Ja, welkom, daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering. Ik vind het echt ontzettend vet dat je elke keer luistert, of toevallig deze ene keer. Ik ben Ronald Nijboer en bij mij zit, zoals altijd, Barbara Brommer in Groningen. We nemen het deze keer ook met video op, dat is ons goed bevallen. Dan kunnen mensen op YouTube ook kijken, sommigen vinden het leuk om mee te kijken hoe dat nou een beetje gaat. Nou, het is, gebeurt eigenlijk niet zoveel wat dat betreft. We vertellen dingen terwijl we achter een microfoon zitten in een kamertje. En uh, we gaan het vandaag hebben over... Wat ik 19 jaar geleden, toen ik begon met beleggen, had willen weten. Wat ik, wat ik nu wel weet. Ik ben nog steeds een student, natuurlijk. Ik ben nog steeds een beginner. Maar ja, gedu gedurende die reis, waarin we je natuurlijk in al die afleveringen willen meenemen. Pik je dingen op en denk je. had ik dat maar wat eerder geweten? En dat willen we graag aan je meegeven. Of niet, Bar? Ja, ik denk dat je het heel mooi zegt. En ik ben super nieuwsgierig wat je. Ons gaat meegeven, want je hebt zoveel jaar ervaring en ik besef me echt wel, ik sta aan het begin. Ik heb eigenlijk met jou leren beleggen zo toen we dit bedrijf begonnen, zo'n twee, drie jaar geleden. En ik voel me ook, zeker nu de beurs voor het eerst eigenlijk sinds die tijd echt een keiharde daling laat zien, die ook wat langer aanhoudt. Ja, dan voel ik me ook echt wel die beginner. Dan denk ik, oké, okay, dit is gewoon weer een nieuwe situatie. En eigenlijk heb ik. Niet 100% een idee wat je nou moet doen in deze situatie. En um, je hebt gewoon iets meer alle ritjes al gehad. Het lijkt me ook dat dat rust geeft. Maar ik hoor graag van je wat voor een, uh, tips je he hebt en hoe je nu op zo'n lange reis terugkijkt. En, en wat je dan zegt: ja, dit zijn de waardevolle lessen en um, doe er vooral wat mee. Ja. ja, mooi dat je het zegt dat je je nu weer beginnen voelt. Het is denk ik goed om je als belegger. Hoe goed je ook bent om je altijd beginnen te voelen. Want dat, dat betekent dat je, dat je leergierig bent en een open houding hebt. Dus fantastisch om dat bij je te horen, Barry. Um, maar mensen hebben na de vorige aflevering wel wat minder respect voor mij. Ik weet niet of je meegekregen hebt, Barbara, op het Telegram-forum. Uh, wat we voor de, voor de leden hebben. Uh, omdat we de vorige keer zeiden, en daar kregen we meer reacties over. dat wij Temptation Island kijken. Hebben we eigenlijk al het respect verloren? Maar, maar iemand reageerde nog wel dat jij uh, nog wel wat wat hoger in de in de in de rang staat in het respect omdat blijkbaar heel veel hoogopgeleide vrouwen daarna kijken ja ja ik dat is, <laughs> dat, dat is een <laughs> soort omge, omgekeerd discrimineren toch <laughs> jij bent een vrouw jij ja, mag wel zulke onzin kijken maar als man dan uh, mag het niet heerlijk in mijn voordeel dit keer um, ja, ik weet niet zo goed wil je dat ik er iets op zeg <laughs> Ja, iemand vroeg, kan ik mijn abonnement nog opzeggen? Want ik heb, uh, ik, ik heb nu wel allemaal respect verloren dat jij dat kijkt. Temptation Island, voor degenen die dat niet gezien hebben, het is ook echt, uh, het is echt een beetje dramatisch. Het is echt roddelen en het is echt leedvermaak de Nederlandse trouwens de Amerikaanse is wel een stuk leuker dan de Nederlandse dat gaat echt over gevoelens en uh... eigenlijk de Amerikaanse gaat echt over persoonlijke ontwikkeling en daar hou ik van en je ziet bij die mensen in de reis die ze doormaken dat ze persoonlijk groeien en dat ze inzicht krijgen in hun relatie zo van wie ben ik in een relatie wat doe ik eigenlijk en wat komt die ander uh, ter tafel brengen en wat vind ik daarvan? En daar zit echt reflectie in. En wat in de Nederlandse wel, ik moet zeggen, dit is misschien wel het laatste seizoen dat ik kijk, want ze zitten zo te stoken. Ze zitten gewoon opzettelijk die relaties kapot te maken. En ik voel ergens dat ik dat niet wil steunen, omdat ik, als je nou bijdraagt aan de groei, zoals die Amerikanen, dan vind ik het echt leuk entertainment. Maar het ligt er nu zo dik bovenop dat ze lopen te stoken en dan denk ik, je bent alleen maar moedwillig. Nou ja, eigenlijk een beetje mensen hun leven aan het zuur maken. Dan geven ze zich er wel zelf voor op. Maar het wordt onder de mom gedaan van persoonlijke ontwikkeling of zoiets. Nah, nee, maar goed. Ja. Het is wel. Uh, maar je hebt eigenlijk nog, Roan, een, een nog ergere. Wil je dat ook vertellen? Welke je ook kijkt? Want die komt er weer aan. <laughs> en, en weet je, nu ik dat nee. heb gezegd, die komt er weer aan. Weet alleen iemand die zich hier ook schuldig aan maakt. waar ik het precies over heb. wat jij dan kijkt. <laughs> nou, daar laten we het bij. En als iemand nou uh, ons weet te sturen. Wat, uh, ja, laten we dit doen, Roan. Wie weet de raden waar ik het nou net over had. En die stuurt ons wat. Die, die gaan we iets gaafs cadeau doen. Ja, die krijgt een meet and greet met jou. Die mag een week lang met jou op stap. Nou, ik weet niet wie dat daar op diegene maken, heel veel plezier hè? mee. Ik kom uit uh, een generatie van veelpratende vrouwen. En als je ons, uh, mijn oma, mijn moeder en mij bij elkaar zet. En ik heb een tweelingzusje, dat is net zo erg. Dan is het nooit meer stil. Dus ik weet niet wie je een plezier doet door ze een meet and greet met mij op te zadelen. Maar... Ze um, dus kunnen maar beter noise cancelling-headphones op doen dan. Ja. Ja, jouw oma is, is, is wel echt de overtreffende trap. Die is wel de master. Als je, als je weinig zin aan praten hebt en vooral wil luisteren, dan uh, kun je bij jouw oma op visite gaan. Ze zeggen toch altijd dat je naar de volgende generaties kan kijken om te zien wat er aankomt, Roan. Dus bereid je hmm. maar voor. <laughs> Ik denk dat jij opzettelijk ja. doof wordt als opaatje. Wat, wat zei je? <laughs> Daarom sta je altijd zo dicht op die geluidsbassen. Ja. 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 Zullen we beginnen Lekke met beleggen? Lekker ja ja um, Wel nog even zeggen. Je kunt alleen in de maand juli onze online training met wel 200 euro korting kopen. En dan kun je meedoen met de live sessies die Roan geeft. Hij geeft vijf weken lang elke week een live sessie over de onderwerpen. Waarin hij verdieping geeft, vragen beantwoord, et cetera, et cetera. Heb je overwogen om te leren beleggen en wil je deze complete cursus van Roan volgen? Dan is misschien nu wel het moment om dat te gaan doen. Dus check het dan vooral even. Roan, jij weet vast de URL weer uit je hoofd. Uh, neem maar rowanaiboek.nl, daar staat die bovenaan. Dan kan je <laughs> er gewoon op klikken. Oké, okay, tot zover de advertisement. Laten we beginnen. Vertel, uh, ja, vertel wat je hebt geleerd in de afgelopen ja. 19 jaar. Ja, ik, uh, ik denk dat er een paar basisconcepten zijn. En ook wat ik gedurende de jaren heb geleerd, dat wat meer geavanceerde concepten zijn. Dus ik, ik, ik begin misschien iets meer met die basisconcepten, omdat dat goed is om dat even te herhalen. Zeker ook in deze tijden waarin de beurs niet zo lekker gaat, is het zo belangrijk om naar die eerste principes weer uh, terug te vallen. En wat ik niet begreep toen ik begon, uh, toen ik op een stoel zat en naar die beurskoers op uh, teletext uh, keek. En wat ik de eerste jaren ook echt niet heb begrepen. Dat concept dat, uh, waar Benjamin Graham eigenlijk over spreekt in uh, margin of uh, de intelligente belegger. Dat gaat ja, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 20. Eentje gaat over margin of safety, en eentje gaat over. Wat ik eigenlijk het belangrijkste vind. Uh, en wat veel mensen in deze tijd vergeten, en wat ik op het begin echt niet wist, is dat als je een aandeel koopt, dat is geen stukje papier. wat Willekeurig op en neer gaat, nu lijkt dat zo, alles gaat willekeurig op en neer. Dan denk je, ik bestudeer de cijfers, de financiën, ik doe een waardering en dat aandeel staat 50% lager. Dat lijkt zo willekeurig, het lijkt of dat allemaal geen nut heeft. Maar als je een aandeel koopt, dan word je gewoon eigenaar van een bedrijf. En als dat bedrijf het goed doet, dan zul jij het als aandeelhouder goed doen. Mits je natuurlijk niet te veel betaalt. En ja, dat basisconcept, dat fundament. En uh, ik merk soms dat sommige mensen dat gelijk begrijpen en sommige mensen het nooit echt begrijpen. En het is vaak begrijpen gaat om, ja, dat concept ken ik wel, want de meesten hebben daar wel eens van gehoord en over gelezen. Maar, maar begrijp je het ook echt. Begrijp je het ook echt dat, uh, dat je gewoon eigenaar bent. Dat eigenaarschap, dat is zo belangrijk. Want als je dat voelt, dan maak je op dat moment eigenlijk ook niet meer druk om die dalingen. Want dan weet je, oh ja, er, is, er komt nu uh, een recessie aan. Mijn winsten van dat bedrijf gaan tijdelijk wat lager zijn. Maar op de lange termijn is er geen wolkje. Uh, aan de zon, hoe zeg je dat? Aan de lucht. Volk aan de lucht, ja. Ik dacht dat dit klinkt niet helemaal goed. Het gaat niet helemaal goed hier. Volk uh, aan de lucht. Uh, en, en dan komt dat gewoon goed. En dan ben je heel relaxed. En dan is beleggen ook in één keer heel leuk. Want je, je participeert gewoon op het succes van het bedrijf. Het is echt een eer om als belegger, als je een aandeel koopt, mee te surfen op een ondernemer die het bedrijf zo goed uh, runt. En ja het is, is eigenlijk een zegen dat je daarop mee mag surfen. Ja. En dan wordt beleggen gewoon heel leuk, want je kan beleggen in bedrijven die je echt heel geweldig vindt. die een prachtige missie hebben, de wereld een betere plek maken. En dat maakt beleggen ja, de mooiste bijzaak van het leven. Oké, okay, als ik het mag samenvatten, dan ga ik een poging doen. Volgens mij hoor ik je zeggen: de belangrijkste les die je nu meegeeft is. een aandeel dat koop je alsof je in een bedrijf investeert. En niet slechts in het papiertje van het aandeel. En daarbij gaat het dus om geloof jij in het bedrijf. Geloof je in wat ze doen in hun toekomst? Zou je in het bedrijf investeren? En niet, zou je in de beurskoers investeren? Zou je in de verhalen eromheen investeren? Maar zou je, voor zover je een beeld krijgt bij het bedrijf, daarin investeren? Ja, ja, ja. Exact dat. En mensen zijn zoveel met die koers bezig. Inloggen. Het boeit echt niet. Die koers is echt niet... De libraaien hier in Zwolle. Daar zou je beste me nog een keer mee naartoe nemen, hè? Ja, ja, dat... Uh, nu met die inflatie kan dat niet meer. Uh, <laughs> dat, slaat daar, dat slaat daar ook toe. Nee, maar... Denk je dat uh, Johnny Boer en Therese... Of ik weet niet hoe je haar voornaam precies uitspreekt, maar... Uh, elke dag bezig zijn met wat hun bedrijf waard is? Nee, ze zijn gewoon een bedrijf aan het bouwen. En die kijken misschien als ze straks met pensioen gaan... Hé, hey, ja, nou ja, het is zo winstgevend, het is zoveel waard, we gaan het verkopen. Maar voor de rest ben je toch niet met die waarde bezig van je bedrijf als ondernemer? En waarom zijn we als beleggers ook wel bezig met die prijs op dagelijkse basis? Ja, bizar. Bizar ja, fenomeen. ik. eigenlijk nu je het zegt, ik wou aanvullen van... Ik merk zelf dat als je dan met beleggen bezig bent, dat je het in een soort apart hokje stopt. En dan ga je dat analyseren en bekijken en dan ben je bezig met het bekijken van die bedrijven. Ik ben natuurlijk wel opgevoed door jou, dus dat concept zit er wel in. Maar dat ik denk, eigenlijk zou je... Beleggen ook kunnen zien als drie van mijn buurmannen hebben een bedrijf. Of buurvrouwen, mag ook. En uh, ik wil mijn geld ergens in investeren. Dat zijn mijn enige opties. Wat ga ik dan doen? Ja, dan ga ik kijken welk zaakje ik van denk. Nou, die kan nog wel groeien. Dat is misschien niet de buurman die tuinman is en die elk uurtje moet werken en misschien wel een keer ziek wordt en dan is er geen inkomen. Maar dat zou wel kunnen zijn: de buurman met een buurtsupertje die nog een. Plekje weet waar ook een leuk buurt supertje zou kunnen, dat zou al interessanter zijn. En op die manier zou je dan in de buurt je geld kunnen verdelen, zeg maar. Maar we houden een beetje op met op die manier kijken naar bedrijven als het op de beurs aankomt. En dat is inderdaad een bizar concept als je dat zo, zo zegt. Je kunt het ook weer zo terugtrekken naar die basis. Van je hebt je zakje met geld, waar zou je het in willen stoppen? Ja, 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 prachtig, uh, prachtig voorbeeld. Ja, hij komt van jou hè. En uh, ja, maar jij, jij slaat het altijd goed plat. Ik, uh, ik, ik ben altijd een beetje chaotisch en all over the place en jij kan heel goed uh, die dingen samenvatten. Ja, ik vind dat maar heel lief, dat dus, maar uh, dat is lekker makkelijk als jij het allemaal, uh, als jij de brei met informatie hebt aangegeven. Ja, maar ik, uh, ik heb ook wel eens gasten. Vanmiddag komt er een leuke gast langs. Het gaat over serie-overnemers hebben. Michael Gielkens van Treasure Capital, die komt denk ik uh, de week uh, erna online. Ja, en. Ik vind, ik, vind dat, ik vind dat moeilijk om die structuur te bieden dat jij, dat jij biedt in een podcast. Eh, omdat ik dan ja, soms al bezig ben met. Ja, oh, deze vraag wil ik ook stellen. Maar dit is ook een vraag. Oh. En, maar jij kan het allemaal sorteren in je hoofd en daar heel veel structuur in aanbrengen. Dus mijn grote complimenten. Dankjewel. Je bent er soms ook nog wel. Ah. Dat hoor ik wel als ik die podcast terugluister. Dan, dan ben je nog aan het nadenken over wat iemand nou zei en wat dat betekent. Ja, en jij kan heel snel nadenken. En ik ben eigenlijk een hele trage denker. Um, en ja, dus eigenlijk is zo'n podcast qua model ook helemaal niet geschikt voor mij. Want dan moet je heel erg in interactie en zo. Maar um, ik, ik denk dat dat mij met beleggen bijvoorbeeld heel erg helpt. Maar in andere situaties, met um, ja, 30 seconds of zo, ja, dan uh, speel je mij van de mat. <laughs> ja, en tot jouw frustratie. En dan wil je dat ook niet meer doen. wel, kom maar op. Kunnen we een keer live doen met z'n allen. Met allemaal alle luisteraars. Oké, okay, we gaan weer heb terug je, naar beleggen, heb je, Nou, ik was benieuwd, want je triggert me wel. Heb je ook een les over karakter? Ik ben wel heel erg benieuwd of je ook denkt dat een bepaald karakter hebben... of in ieder geval herkennen welk karakter je hebt... en doet, hoe zich dat vertaalt naar beleggen. Of je daar ook wat de afgelopen jaren over geleerd hebt. Ja, impulsiviteit. Ik weet niet of dat een karaktereigenschap is. Doen, maar dat is doen de, even dat van is... wel. We doen even van wel. Oké. Okay. Um, ja, dat is wel... Uh... Dat wil je wel onder controle brengen op een of andere manier. Want dat is uh, iets wat je... Je wil je impulsen controleren. Want je krijgt op de beurs zoveel impulsen om iets te doen. Uh, of een idee wat je denkt dat een goed idee is. En dat wil je dan iets mee? Ja, dat, dat is echt dodelijk. Ik je voel mij vooral, direct uh, aangesproken. Dat ligt bij zo? mij. <laughs> ja. Ja, jij, jij stuurt mij de laatste keer van... Uh, kan je wat aan mijn portefeuille doen? Kan je dat opschonen? Het is net of, net of ik dan in één keer: oh klik, 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 klaar. Ja, want ik denk ja. dat jij dat gewoon kan. Ik heb jou zo hoog zitten, jij kan dat al in mijn ogen. D dat, dat waardeer ik, maar ik, ja, ik denk niet dat het zo op de beurs per se werkt. Behalve dat ik dat, gewoon mijn eigen portefeuille dan ga aanschaffen voor jou. Maar uh, dat wil jij ook niet helemaal. Dus. Uh, nee, maar impulsiviteit, dat wil, je, dat wil je onder controle brengen. En. Uh, En, want, want dat helpt, helpt heel erg als ik erover nadenk. Uh, we hebben een podcast gehad over mentale modellen. Hè? Zes mentale modellen, geloof ik. Uh, dat is ook echt iets waar ik aan het begin zou willen weten. Omdat ja, je eigen psyche dat, dat gaat bepalen of je een goede belegger bent of niet. De rest kan je allemaal leren. Uh, eigen psyche denk ik trouwens ook. Alles kan je leren. Uh, maar een van die mentale modellen is tweede orde denken. En mensen die heel impulsief zijn, die zitten veel sneller in eerste orde denken. Van... Oh, de olieprijs stijgt. Dat is goed voor Shell. Oh, de inflatie stijgt. Ik ben het hier dat niet helemaal slecht... mee eens. Want ik herken mijzelf namelijk in het impulsieve karakter. En ik heb mij wel eens afgevraagd of ik daardoor ooit echt een mega goede belegger zou kunnen worden. Want die, ik, je, het is leuk gezegd: impulsiviteit onder controle houden. Maar er zitten voor mij ook een heleboel andere kanten aan. Namelijk dat ik snel verveeld ben, snel uitgekeken. Um, en dat ik juist enthousiast me voel om me ergens mee bezig te gaan houden als die impuls er is. En daarna. Niet zo. Um, maar ik kan wel heel goed nadenken over de grote gevolgen van dingen. Ja. Ja. Dus ik weet dat niet klopt. of dat helemaal klopt dat je die twee aan elkaar koppelt, die tweede orde denken. En... Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Kijk, de vraag is denk ik ook um, of je überhaupt op allebei, op je, of je daarop handelt. Uh, want als je er niet op handelt, dan is het sowieso geen uh, probleem. Want iedereen heeft denk ik wel eens... Heel normaal is dat dat we eerste orde denken. Dat, dat, dat helpt ons te overleven. Want dat, is, uh, dat kost geen breincapaciteit. En uh, het gaat erom dat je daar niet op handelt, denk ik. Ik zou zeggen, is het dan een combinatie van je karakter goed kennen... Weten waar richting beleggen, eventueel je valkuilen zitten. Dat kan dus impulsiviteit zijn, denk ik, zoals we het nu benoemen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ego kan zijn. Als je iemand bent die bijvoorbeeld heel trots is, en uit die trots kan handelen. Uh, of als je iemand bent die heel veel zekerheid wilt, is natuurlijk niet per se een karaktereigenschap, maar goed, laten we even in het midden. Um, dan zou het kunnen zijn dat dat soort dingen je aanzetten tot handelen. Wanneer je misschien niet zou moeten handelen. En gaat het erbij beleggen om dat je jezelf dus goed kent op dat, op dat vlak. En dat je ook goed reflectief de vraag kan stellen: handel ik nu vanuit x karaktereigenschap? Of handel ik omdat het echt gewoon klopt? Ja, ja. Ja, zelfkennis is het, uh, is het belangrijkste op de beurs. En uh, dus uh, volgens mij het CFA-instituut, die onderscheidt vier type beleggers van, van welke ben je. Eén type is bijvoorbeeld een accumulerende belegger. Nou, veel ondernemers zijn dat bijvoorbeeld. Die bouwen een bedrijf, die willen, willen dat groot maken, die vinden dat mooi. Um, ja, die hebben ook grote risico's, want uh, die gaan soms veel te agressief. Uh, omdat het bij de onderneming allemaal goed gaat, voelt alsof we alles onder controle. En gaan ze veel te agressief in aandelen of de beurs op. En dat gaat dan helemaal mis. Sommige, althans, ondernemers begrijpen aan de andere kant weer het mentale model van, ik, als ik een aandeel koop, beleg ik in een bedrijf. Investeer ik in een bedrijf. Dat is een beetje de keerzijde als ze dat goed begrijpen. Maar zelfkennis is inderdaad ja, het allerbelangrijkste. Ja, dat snap ik. En dan ben ik even benieuwd, heb je dan ook een tip voor hoe je jezelf leert kennen op dat gebied? Hoe heb jij jezelf leren kennen als belegger de afgelopen 19 jaar? En hoe pak je dat reflectiestuk aan? Nou ja, wat mij helpt, bijvoorbeeld wat ik recent ook naar de leden schreef, is een, een fout die ik heb gemaakt. En dan gewoon keihard erin wrijven bij mezelf. En dan iedereen zegt, ja je bent veel te streng voor jezelf. Uh, want uh, ja, het is, het is, ik zie het niet per se als een fout. En ik denk dat ook een, een deel van de daling bij dat aandeel wat niet, was niet per se, uh, was, was geen fout. Een, de, een deel wel, ander deel niet. En dat was, was voor mij echt een, uh, een uh, ongeduld uh, kwestie. En door dat op te schrijven en er echt in te wrijven. Van, Rohan, wat ben je toch een stomme sukkel dat dit je kan overkomen. Hoop ik dat dat de volgende keer um, in een nieuwe situatie blijft plakken. Maar dat kon je vast vroeger niet. We hadden het ook weer een periode van 19 jaar oh ja. toen je begon. Denk ik niet dat je in staat was om dat te doen. Dat is ergens gegroeid. Weet je ook hoe dat gegaan is? Kun je dat nog herinneren? Nee. Maar inderdaad, dat was er aan het begin zeker niet, want dan alle fouten drukte ik weg. Ja, en ja, misschien, dat klinkt gek, maar misschien is het wel, ik heb, ik heb, ik heb twee onderwijsmasters. En daar moest je extreem veel reflecteren op jezelf. En ik had daar zo'n hekel aan op het begin. Want je moet dan echt naar jezelf kijken. je wordt echt met je fouten geconfronteerd. Ik vind het nog steeds moeilijk om onze podcast terug te luisteren. Uh, zeker die eerste paar en zo, omdat ik denk van wat, wat slecht. Maar uh, je moet jezelf daar af en toe toe dwingen. Want uh, een luisteraar verdient ook beter. Een verbetering in de podcast. Ik hoop dat we inmiddels wat verbeterd zijn over de tijd. En net als ik toen al die, op die docentopleiding. Ja, doordat je gaandeweg jezelf in actie ziet voor een, voor een klas. Je ziet jezelf echt mega struggelen. En, en het is gewoon tenen krommend als ik dat nu terug zou kijken. En, uh, maar, maar dat erin wrijven. Ja, dat, dat helpt en het is niet leuk, maar dat reflecteren, niemand wil reflecteren, maar het is wel de manier om vooruit te komen. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, daar zit denk ik de groei als je wil. Als je wilt groeien, als je wilt verbeteren, dan zit de groei hem wel in durven kijken naar wat was, maar dan wel zonder oordeel en daar wordt die moeilijk, denk ik. Want wat we snel nee. doen als mens is terugkijken naar onszelf, net als jij het net had over die eerste podcast aflevering, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook niet zo goed durf aan te zetten. Net als onze eerste video's trouwens. God, god, god. Um, maar... ja, en, en nu zitten we er professioneel bij, hè? Jij op een kamertje daar zo. Met dat beeld. Nou, dat is dus schijnig. Je blijft je altijd wel bewust ook van wat nog beter zou kunnen. Bijvoorbeeld, ja. ik denk dan nu, we hebben het erover. En ik weet al. Ja, deze, ook deze podcast gaat weer alle, alle kanten op. We zouden ook een heel ja. script uit kunnen schrijven. En bullet points. En zeggen: Dit is wat we doen en daar houden we ons aan. Tegelijkertijd is dit iets wat voor ons echt. Um, ja. Wij vinden dit mooi om te doen. en nou, We krijgen er eigenlijk niks voor dat we het doen. Dus tegelijkertijd is het voor ons ook niet de hoofdzaak. Het is belangrijk. We vinden het belangrijk om leuke content naar buiten te brengen. Maar we vinden het ook belangrijk dat wij het leuk vinden. En dat we gewoon ja. gezellig met elkaar wegkletsen. Maar er zit natuurlijk allemaal ruimte voor verbetering. En. Uh, um, ik denk dat het belangrijkste is dat je het ziet en dat je er naar durft te kijken, maar dat je het ook zonder oordeel kan doen. Dus dat je ook kan loslaten zonder alleen maar in de schaamte te vallen of in de wat was ik stom. Want die, dat oordeel dat houdt je tegen van groei. Want dan wordt het negatief ja. en dan gaat de lol eraf... en dan wordt het heel moeilijk om verder te groeien. Dan wordt het heel zwaar. Ja, ja. Ja, ja nee, precies. Met, met, die, met die fout die ik dan gedeeld had, uh, dan schrijf ik het uit en dan stuur ik het weg. En dan ga je eigenlijk, zeg maar, even door het stof. Um, maar dan is het ook klaar voor mij. Dan is het ook klaar. Want je wilt daar niet inderdaad, wat jij zegt, in blijven hangen. Want dan, dan ga je jezelf naar de grond praten. En dat, uh, dan gaat bijvoorbeeld alle aandacht naar die fout. Terwijl er zoveel goed gaat. Ja. En uh, ja, dat, 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 dat is helemaal scheef natuurlijk. Dus eigenlijk heeft leren reflecteren in de, in de opleiding om docent te worden je ook heel erg geholpen op het gebied van een betere belegger worden? Ja. Ja, bedenk ik me nu, hè? Dus uh, da daar moest ik naar terug gaan. Maar ook al die boeken van uh, Carol Dweck, bijvoorbeeld, over growth mindset. En ook hoe je omgaat met tegenslag. Ga je nou pakken? Oh, je hebt een naast je liggen. Ja, hij ligt hier toevallig. Uh, ja, het gaat dus over een fixed mindset en een growth mindset. En ja, fixed mindset is op de beurs eigenlijk een beetje, als ik het zo vrij mag invullen, uh, als er iets fout gaat, je kop in het zand steken. En, andere, andere zaken de schuld geven en niet echt naar je innerlijke zelf durven te kijken. En een growth mindset is: hé, hey, hoe kan ik deze situatie, hoe kan ik dat bijvoorbeeld de volgende keer uh, anders doen? Wat, wat, wat kan ik zelf anders doen? Wat heb ik onder controle? Het stoïcisme heeft me ook wel veel geholpen daarin hoe je, hoe je omgaat met tegenslag. Ja, zie, het als een, zie je een tegenslag als een kans of zie je het als. Uh, ja, de wereld heeft de pest aan mij. Zullen we na deze aflevering nog een stukje opnemen... gewoon met z'n tweeën over uh, groeimindset... van wat Carol Dweck uitlegt... en dat uh, beschikbaar maken voor wie dat leuk vindt om te, te luisteren. En dan zetten we in de show notes... Uh, als deze aflevering vrijdag online komt er wel bij... waar je dat stukje kan vinden. En dan leggen we hey, dat goed? stuk even uit... voor degene die nog midden in die persoonlijke ontwikkeling zit... en zegt, hé, hey, wat is dat concept precies waar jullie het over hebben... dan uh, maken we daar kort een stukje over. En dan doe jij voornamelijk het praten, denk ik. Volgens mij kunnen we dat allebei heel goed. Hmm. Oké, okay. ja, het was nog veel meer lessen waar je ons doorheen wilt nemen. We hebben dus nu gehad: kijk naar een aandeel alsof het een bedrijf is. En maak je keuze daarop. En ik denk dat we nu hebben gehoord: reflecteren plus reflecteren kun je leren. En wees je bewust van je eigen karakter, want dat helpt je in voelen en zien. ...op basis waarvan je je keuzes maakt. En dat is ontzettend belangrijk... ...als je voor beleggen de juiste keuzes wilt maken. Ja, ja. En ik, ik, ik krijg af en toe nu wel uh, van, van wat jongere luisteraars... ...of als ik, als ik die spreek of zo... Dan, is, ...dan vinden ze... ...willen ze ook doen wat ik doe. Dan vinden ze mij hartstikke leuk. En dan denken ze alsof ik in één keer... ...of ik mega getalenteerd ben. En ik kan je vertellen... ...dat is niet <laughs> zo. Dat weet jij ook wel, Barbara... Uh, ik, ik, ik kan natuurlijk wel wat. Ik, ik ben niet, niet achterlijk. Maar ik ben niet uh, bovengetalenteerd op dat soort manieren. Het is gewoon echt keihard oefenen. Het is ja. keihard oefenen. Zowel ja. op beleggersgebied. Maar ook hier nu een beetje praten. Ja. Echt. Dat zijn wel echt skills. Eigenlijk heb jij mij dat geleerd. De meeste dingen kun je echt gewoon leren. Eigenlijk is bijna alles is een skill. Gewoon doen, doen, doen. Ja. En de een is natuurlijk wel makkelijker met dingen dan de ander. En zoals jij. Toen ik jou leerde kennen, stond je al voor de klas. En dat, dat he die hele fase van dat je struggelde voor de klas, waar je het net over hebt, dat heb ik natuurlijk nooit meegekregen en niet gezien, want toen ken ik je nog niet. Maar je was dan wel heel vrij voor een groep. Ja, dus als jij nu voor een groep gaat staan, dan lijkt dat vrij natuurlijk. Maar dat komt omdat ja. je dat gewoon ook al heel lang geoefend hebt. Voor een klas met pubers. Ja, ja. De hel op aarde. De enige doelgroep ter wereld. Die, die, die geen zin hebben in economie of iets dergelijks. Ja. Oké, okay. volgende, volgende regel, want ik vind het ook leuk om over beleggen te hebben. Uh, en deze ga ik heel kort zeggen en dan gaan we weer naar een volgende. Want dit is een natuurwet bij beleggen. En er zijn weinig natuurwetten bij beleggen, denk ik. Uh, maar uh, de koers, en het ligt een beetje in het verlengde van die eerste, maar volgt altijd de ontwikkeling van de winst per aandeel bij een bedrijf. En als je dus die winst per aandeel kan voorspellen. En nu moet ik hem nog wat concreter maken. Want in de beginjaren keek ik vooral naar winsten. Winst per aandeel. Uh, en ook te veel naar kwartaalcijfers trouwens. Wat, wat helemaal geen nut heeft voor de waarde van het bedrijf. De waarde van het bedrijf bepa wordt bepaald door kaststromen. Je zou het kort houden, hè? Ja, oh ja. Je mag, ja, je mag dit punt zo maken. Laten we er twee losse punten van maken. Oké. Okay. Winst per aandeel. Koers voor ja, koers volgt winst per aandeel op lange termijn. Dus je hoeft alleen maar de winst per aandeel een inschatting van te maken. En als je dat goed voorspelt, kan je daar een rendement bij berekenen. En dan, uh, ja, dus gewoon een natuurwet. Op de, op de hele lange termijn. Winst per aandeel, is dat iets dat gegeven wordt op de vergelijkingssites? Ja, ja. Maar wel allemaal uh, uit het verleden natuurlijk. Want dat is met cijfers zo. En? Alleen je, je wil... Bereken je het ja. ook zelf? Uh, ja, ik weet niet hoe je berekenen zelf bedoelt. maar als je dat bedoelt van niet van een vergelijkingssite maar je haalt het uiteindelijk uit het jaarverslag uh, of bij het bedrijf zelf dan ja en dan ben ik benieuwd welke winst gebruik je dan uh, ja nou ja heb ik hem nu net van makkelijk naar uitgebreid gemaakt <laughs> ja ik zit even te denken hoe ik ooit begon met beleggen toen ik begon met beleggen pakte ik de winst toen, toen toen begon keek ik nog niet naar cijfers <laughs> keek ik nog niet naar cijfers laten we daar even duidelijk over zijn maar als we iets verder zijn Um, dan kijk je naar de, uh, de winst die het bedrijf jou geeft. Dus, uh, en elk bedrijf doet wat anders. De ene geeft de EBITDA, de ene geeft de Adjusted EBITDA, de andere geeft de netto winst, de andere geeft de operationele winst. Uh, allemaal andere winstbegrippen. Uh, maar ik, ik nam die aan die het bedrijf gaf. Dus dat was uh, niet echt kritisch denken. Um, want je wil als belegger um, het echte verdienpotentieel van het bedrijf weten. Dus er, er rolt een accountancy cijfertje uit uit de administratie daar. En in het jaarverslag staan al die, al die winstbegrippen als je verder naar achter gaat, vaak wel. Maar, maar wat zegt nou echt wat het bedrijf kan verdienen? En niet alleen dit jaar, maar ook in de toekomst. En dat, dat laatste is vooral uh, moeilijk te voorspellen. Omdat het over de toekomst gaat. Maar daar wil je wel een inschatting mee maken. En dan wil je vooral nog, als je het nog verder trekt, niet naar die winst te kijken. Maar naar de. Ja, vrije kaststromen die in de verre toekomst binnenkomen. Maar als ik jou nou vraag naar welke winst, kijk je, welk, aan, welk antwoord geef je dan? Dat is afhankelijk van het bedrijf. Um, het, ja, want Waarom niet naar netto winst? Ja, nou, een paar jaar later ging ik denk ik alleen maar naar netto winst kijken. Als je alleen maar naar netto winst gaat kijken, zie je bij bedrijven als Salesforce, Amazon. ...cm.com... Um, Justy takeaway... ...zie je alleen maar... ...zie je nul, nul winst... ...per saldo. Nou, ja, heel, heel wat ook verliezen hoor... ...maar uh, er wordt geen winst gemaakt. En ja, dan, dan zou je... ...in één keer daardoor al die vier bedrijven afschrijven. En ik denk... ...dat er een aantal van... ...afgeschreven kunnen worden. Daar hebben we natuurlijk eerder over gehad. Maar een aantal zit onderliggend... ...ook zoveel verdienpotentieel in. En dan ga je bijvoorbeeld dieper in die uh, resultatenrekening kijken naar. Hey, hoe zit het met de bruto winstmarges? Want dat zegt iets over de pricing power. En de pricing power zegt weer iets over... Hoe, in hoeverre je inflatie je winsten op peil kan houden. Ja, dan ga je er gewoon wat dieper op inzoomen. En dan ga je er een beetje mee spelen. En dan ga je voor jezelf een plaatje vormen... van uh, wat is de winstgevendheid van dit bedrijf nu? En wat is dat bijvoorbeeld over vijf jaar? Ja, dit is ook gewoon echt dat proces van uh, groeien... Nou, je kunt dat niet gelijk. Je kunt, het is ook logisch dat je eerst begint met de netto winst. En het is logisch dat als je daar dan wat handig in wordt, dat je gaat kritischer gaat denken en gaat denken: ja, maar die netto winst die wil helemaal niet altijd. En dan ga je weer wat breder kijken. En dan ga je weer breder kijken en dan denk je: ja, dit plaatje is nog steeds niet volledig. En dan ga je weer wat breder kijken. Dat hoort natuurlijk ook ja. bij het leren. Ja, ja ik, ik, ik weet nog wat. Uh, seeking Alpha, waar analyses staan of ValueInvestorsclub.com. Die komen ook altijd met een waardering. Dat zijn dan hobbyparticulieren. En vroeger nam ik dat altijd aan, omdat ja, die waardering, ja, oh, dat zal wel kloppen. 20 keer de winst. En, en nu lees ik al die analyses en dan denk ik van nee, dit, dit klopt niet. Nu, nu jump je te vroeg naar een conclusie. En dan is weer een mentaal model van ja, dit is een, een, een shortcut willen nemen. En dat begrijp ik. Um, ja, maar dat, dat is gewoon te gevaarlijk. En sommige bedrijven kun je bijvoorbeeld niet, bijna niet waarderen. Kun je niks zinnigs over zeggen. En het dan toch proberen en er een nummer neerzetten is een soort van shortcut nemen. Nou, ja, of onervarenheid um, natuurlijk, hè? Ik bedoel, jij ja. hebt ook wel zoveel inzicht en je hebt zo'n drang om erin te groeien ook. Je leest zoveel en, en um, je hebt natuurlijk onwijs veel podcasts en dingen al geluisterd in het verleden. Dan, dan ga je die dingen ook zien. Want op een gegeven moment kom je tegen en kom je tegen dat een ander slim iemand zegt: Ja, hé, hey, wacht eens even. Maar totdat iemand dat zegt, dan moet ik denken aan een drogreden. Ik weet niet of je dat ooit met literatuur hebt gehad op school. Ja, heb ik gehad. Weet je, ja, het is gewoon een valse reden, weet je wel? Maar ja, ja, ons menselijk ja. brein, ik, ik heb dan NLP-opleiding uh, um, gevolgd. Ons menselijk brein is gewoon geneigd om alles te geloven. Als je dus een, een, een dingetje zegt, bla bla bla. Um, dus, dus gaat de rente omhoog. Zeg maar, tenzij jij echt inzicht hebt om te zien dat dat niet waar is, wat diegene daarvoor zegt. Dat woordje dus is dan magisch daarin. Je creëert gewoon, ja. of, of omdat. Ja, ik heb dat nog niet afgemaakt, omdat. En dat signaalwoordje, je hele lijf is erop ingespeeld om dan te denken: oh ja, oké, okay, logisch. Ja. Tenzij je kritische denker aanstaat en die denkt. Ja, ja wat, wat zeg jij nou? Ja, dit is een, dit is een heel bekende. Ja. Volgens mij staat het in het boek van Cialdini, van Invloed. Dat als je bij de kopieer, het kopieerapparaat staat en uh, je zegt gewoon, mag ik voor? Ja. Als er staat een rij, nou, dan zegt, zegt, zegt iedereen nee, mag niet. Maar als je datzelfde experiment doet, mag ik voor? Want uh, mijn koffie wordt anders koud, echt een, echt een domme reden. Dan laat okay. iedereen je voor. Ja, ja. Omdat, die, omdat wat jij dus bedoelt, dat is echt fascinerend. En dat, want al, die, al die blokkades zitten in ons hoofd. Al dat, al dat mentale verkeerde denken. En Daarom zijn die mentale modellen ook zo belangrijk. Ja, ja heerlijk. Wil je nog iets en zeggen? Worden, oh ja. Nou, en we, we worden hopelijk geen machines door dat helemaal uh, overal bewust van te zijn. Want dat maakt het leven helemaal niet leuk. Je moet soms ook gewoon uh, go with the flow en dergelijke. Maar het is wel heel grappig. Het is gewoon heel interessant om dat soort dingen bij jezelf uh, ook te observeren. Ja. Eens en dan hebben we het weer over reflecteren en dan hebben we het weer over leren. Ik denk dat het ook wel zo ja. simpel is dan. Ja. Wil je nog iets zeggen over deze Natuurwet? Nee. Dus Natuurwet is beurskoers volgt de winst per aandeel. Ja, en nog iets beter de, de vrije kastrom per aandeel op de lange termijn. Voor de geavanceerde denker. Ja, want er zitten weer nuanceringen in. Maar ja, dat. Uh... <laughs> Nou, dit is dus een ja. uh, soort uh, webinar op zichzelf. <laughs> Oké, okay, we gaan verder, want je had het ook over de kwartaalcijfers. We gaan wel... Uh, ik, ik krijg veel vragen over training jaarrekening kraken... en dan echt even de diepte in. Uh, dat gaan we ook doen, in augustus waarschijnlijk. Je bent bezig met te ik, ontwikkelen, hè? Ja, ja. Gaan we denk, omdat er zoveel vragen over zijn en er zijn zoveel uh, misvattingen... en op YouTube is, is er niks goeds over te vinden. Je kan wel een basisbalans uh, en uitleg en resultaat rekenen... maar niet, niet toegepast op beleggingsperspectief, want dat is heel belangrijk... En uh, ja, en uh, nu weet ik niet wat ik kan zeggen, maar oh ja, en alleen de basis, niet, niet echt de diepte in. En uh, <tossimus> volgens mij doen, gaan we die ook uh, bij de online training in doen. Dat je als je de online training gaat volgen, dat je deze dan ook erbij kan zijn. Als jij nou even wat water drinkt, dan uh, doe ik even het praten. Ja. ja, we gaan hem inderdaad dan. Als je hem af hebt gerond, dan komt hij ook bij de online training in. Dus voor wie nu denkt. Hé, hey, maar moet ik dan die online training wel gaan volgen? Daar zit dus echt alles in, van A tot Z. Um, maar ook daar vinden we dat er zeker een verdiepingsslag in moet. Wat ik zo fascinerend vind, Roan, wat ik de laatste tijd heel erg leer, is... Het zit hem in die nuanceringen. Het zit hem in de, uh, de uitzonderingssituaties. En er zijn er eigenlijk heel veel van. Het is net als de Nederlandse taal. En je, daar, daar zit jouw kennis hem ook. In net weten, ja, maar in deze sector is dit zien een rode vlag. Of um, ja, deze cijfers lijken goed, maar als je dan drie regels verder kijkt in het jaarverslag en je ziet dit en dit staan, dan wordt het in één keer juist een nadeel of een voordeel, weet ik het. En, en ja, dat ja. is best pittig om dat uh, heel goed over te brengen, omdat het dan heel gaat over hele specifieke situaties waarin het voorkomt, waar je het kan zien. Ja. Maar je ja. gaat dus een, ja. een goede poging doen, denk ik, in die uh, training. Ja, leuk. leuk om even ook weer echt in te duiken. Het ja. is natuurlijk een tijdje geleden dat je echt uh, in, die, in de jaarrekening bent gedoken. Op de, op de studie doe je dat natuurlijk veel. Maar op de studie heeft het weer niks met beleggen te maken. Dan is het van een accountancy perspectief. Maar goed, um, misschien leuk. Ik, 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 ah, je, als een, als iemand de hoogte gehouden wil worden, schrijf je dan in voor onze beleggersbrief. Dat is roanneiboer.nl slash brief. Dan krijg je vanzelf een mail waarin staat dat uh, deze training beschikbaar is. Ja en dat is hartstikke leuk hoor de cijfers trouwens en dat gaat uiteindelijk bepalen ik ben, ik ben wat dat betreft blij dat de beurzen weer gedaald is en dat we normalisatie hebben uh, want ja jaarrekening ging niemand mee bezig met de cijfers dat doet er niet toe groei, groei gaat het om um, maar nu gaat het ook weer om winsten en kaststromen. en uh, zoals het altijd gedaan heeft daarom is het ook zo belangrijk dat eigenlijk nou ja wij doen eigenlijk wat waar wij het over hebben is waarde beleggen value investing um, maar dit is een... Ja, nu heb ik hem weer. Dit is een volgende. Uh, oh, ik had ook nog een volgende. Want je was nog begonnen over die kwartaalcijfers. En toen zei ik, laten we dit twee gescheiden punten maken. Oké. Okay. Dat je, je zei, ja, kijk te veel naar kwartaalcijfers. Vroeger deed ik dat. Toen dacht ik dat dat heel belangrijk was. En toen ging je al bijna weer helemaal los. Ja, ja. Nou ja, dat, dat zijn van die zaken dat als er dan kwartaalcijfers uitkomen, dan reageert de beursgoers daar zo fors op. Dus... Het voelt alsof dat een heel zwaar ding is, die kwartaalcijfers. Terwijl het gewoon maar, het is een kwartaal en de meeste bedrijven bestaan uh, 20 jaar. En de goede, in mijn portefeuille, die gaan, die gaan veel langer bestaan. Maar, dus één kwartaalcijfers, dat maakt echt zo weinig uit. En ja, dat de beursgoed dan daalt met 20% of stijgt met 20%, dat boeit echt niet. En het gaat, het gaat echt om die cijfers. En, je wil echt die cijfers bestuderen en niet wat die beurskoers doet op die dag. Want je wil je eigen interpretatie aan die cijfers geven en niet wat andere beleggers denken. Uh, want die andere beleggers, dat zijn soms heel kortzichtige, korte termijn handelaren. Ja, die zetten misschien dan dat aandeel lager, omdat er op korte termijn niet zoveel te halen valt. Maar dat zijn, je, je moet, mag ervan uitgaan dat dat type beleggers op lange termijn allemaal verliezers zijn. Ik hoor hier ook de les speel je eigen spel en wees je bewust van tegen wie je speelt. Dat is niet altijd iemand die hetzelfde spel aan het spelen is. Dat kan iemand zijn die ja. hele heel, heel andere belangen, hele andere doelen heeft. En dan is het gevaarlijk om je te laten leiden... door de acties van iemand die een heel ander spel speelt... in welke acties jij neemt. Of misschien ook wel je daar in je mindset onrustig of onzeker over te laten ja. maken. Want dat is natuurlijk ook een gevolg. Ja. ja, dan neemt je emotie het over van de ratio. En dat is, uh, dan ben je klaar, want die emotie wint dat. Ja. Oké, okay. toestemming om naar het volgende punt te gaan. Ja, toen ik begon met beleggen. Deed ik maar wat, maar iets een paar jaar later, toen ging ik klassiek waarde beleggen. Volgens de principes van Benjamin Graham. Op zoek naar echt ondergewaardeerde koopjes. Met zee ja, net, dat, daar krijgen we waarschijnlijk ben ik ook een leuke gastspreker over. Maar gaandeweg ben ik gaan ontdekken dat dat niet echt. Bij me past, omdat je. Dat werkt eigenlijk zo: uh, klassiek waarde beleggen. Je koopt een aandeel omdat het goedkoop is met een veiligheidsmarge. En als het dan gestegen is, na de intrinsieke waarde, dan verkoop je weer. Theorie lijk... In theorie lijkt dat natuurlijk fantastisch. Als dat zo simpel is. Nou ja, er, er zitten een aantal problemen daar al mee. Want wat is die intrinsieke waarde? En wanneer loopt die korting er dan uit? Als dat pas over vijf jaar is, dan heb je een probleem. Um, en... Maar als het wel best wel snel gebeurt. Um, dan moet je weer op zoek naar een nieuw idee. Als een, na een half jaar later die beurskoers 30% hoger staat, dan ga je op zoek naar een nieuwe. Um, want klassieke waardebedrijven zijn vaak geen uh, bedrijven die op lange termijn heel veel waarde creëren. Omdat ze elk jaar meer waard worden. Ze zijn alleen nu tijdelijk goedkoop. En je hoopt dat ze uh, dan door die... Ja, dat ze een regressie naar het gemiddelde hebben we het wel eens over gehad. Je hoopt dat ze dan weer teruggaan naar hun historische waardering. En... Uh, dan moet je ook wegwezen, want het zijn vaak wat slechtere bedrijven. Um, ja, hier, hier is Buffett bijvoorbeeld ook mee begonnen in zijn begindagen. Um, maar wat ik nu wil, en dat past denk ik ook veel beter bij mijn levensstijl, is, is meer beleggen in compounders. Ik noem dat ook wel eens, ik wil in tanks beleggen. Bedrijven die al lang uh, de concurrentie op achterstand hebben gezet en het veld nu voor zich alleen hebben en kunnen afrijden eigenlijk om, uh, om ja, vijandelijk gebied eigenlijk te veroveren, om het maar even zo cru te zeggen. In tegenstelling tot verkenners die nog heel erg aan het groeien zijn en vaak afgeknald worden. Um, en, want dat maakt het leven ook zoveel relaxed en dat past veel meer bij mijn leven. En eerder was ik uh, 50 uur in de week bezig om een jaarverslagen te pluizen. Ja, dat, dat wil ik niet helemaal meer, want dat vind ik voor mezelf niet een heel wa waarde toevoegend leven. Ik wil ook mensen helpen met beleggen bijvoorbeeld. Ik wil dan mensen helpen natuurlijk voor de klas. En uh, dat kan nu veel beter door de type bedrijven waar je in belegt, door daarop mee te surfen. En uh, even los van dat het bij mijn levensstijl past, gaat het daarom denk ik ook een veel beter rendement opleveren. Dan dat je die andere manier doet, uh, waar ik nog best veel beleggers en ook veel uh, wat, wat oudere ervaren beleggers dat zie doen. En dat dat, ja ik denk dat dat gewoon niet werkt. Want als je dat niet leuk genoeg vindt ook, uh, dan ga je daar ook half werk in leveren en dan gaat het niet goed. Ja, um, ja, dat niet werken, dat maakt, dat maakt mij natuurlijk helemaal nieuwsgierig van waarom vind je dat het niet werkt, maar dat is niet voor deze podcast, denk ik. Nee, daar kunnen we een aflevering aan zich op aan besteden. Wat is de kun je de les samenvatten? Um, belegging Compounders. Oké. Okay. En wanneer belegging is tanks. compounder? Dat is een bedrijf die ook elk jaar meer waard wordt. Oké. Okay. En... Dus die echt, echt meer waard had. Gewoon een goed bedrijf. Maar een compounder die wel een tank is. En volgens mij bedoel jij met tank. Zoals ik het je vaker heb horen zeggen inmiddels. Een bedrijf dat zich al gevestigd heeft. Dus niet meer de Amazon van toen ze net begonnen. Daar ben je niet naar op zoek. Maar je zou dan meer kijken naar de Amazon van nu. Of die interessant is. Um, ja. Of de Amazon hij... van, tien, van tien jaar geleden zeg maar. Die was toen al wel. Uh, had ze de concurrentie al wel op dermate achterstand gezet. Dus dan kan het wel. Op een gegeven moment is gewoon het zijn ze veilig voor de concurrentie. En dat is het belangrijkste. Hm, ja, dus dat is wel goed misschien een verschil. Want een compounder kan natuurlijk ook een, een heel klein bedrijfje zijn dat dan mega gaat groeien. ja Maar dan zit er ja. veel meer risico aan. En die probeer jij te mijden. Ja, ik sluit niet uit dat het niet kan, want hele kleine bedrijfjes kunnen ook uh, mega interessant zijn. Ik koop het liefst kleine bedrijven, omdat ze gemiddeld wat lager gewaardeerd zijn. Maar. Uh, ja. Maar dan, dan kun je toch nog steeds gevestigde kleine bedrijven kopen. Ik moet dan denken aan Holland Collars, die je heel lang in je portefeuille had. Ja. Dat is wel ja. een kleiner bedrijf, maar is gevestigd. Is niet meer in de kinderschoenen en gaat misschien nog allemaal wel stuk. Klopt, klopt, klopt. Maar dit, ja, dit is wel grappig, want ik kocht Holland Collars, denk ik, uh, elf jaar geleden. Uh, ik heb het uh, recent in het najaar verkocht. ...omdat dat moest met de lancering van mijn portfolio... ...omdat er zo weinig uh, handel in is... ...en anders zou ik daarvan profiteren... Uh, ...maar met pijn in mijn hart... Uh, ...maar toen ik het kocht... ...toen was ik dus echt... Uh, ...kocht ik dat omdat het een klassiek waardeaandeel was... ...er stond zoveel cash op de balans... Uh, ...in vergelijking met de market cap... ...geen schulden... ...nou, ik dacht dat moet heel snel gaan... ...en het is eigenlijk een compounder geworden... ...dus dat is, daarin heb ik denk ik ook een hele belangrijke les geleerd... ...omdat het bedrijf keer tien is gegaan... ...in die periode, keer tien... Um, ja, dus het is, ja, het is met de verkeerde reden gekocht. En dan uiteindelijk ga je dat leren. Hey, dit, is een, dit is een compounder, Laat ik gewoon lekker blijven zitten. Um, maar. <coughs> want dat, is, dat is een vervolgdingetje. Als je een portefeuille van 10 aandelen hebt. En je hebt daar allemaal compounders in. Dan gaan waarschijnlijk 2 of 3 aandelen de komende 10 jaar al je rendement bepalen. Alleen. Je weet niet welke dat zijn op dit moment. Omdat de toekomst anders loopt dan je verwacht. En uh, als je, denk ik, belegt in die tanks. Ja, dan zullen drie van die tien het waarschijnlijk mega goed doen. En een aantal ook heel erg slecht, omdat het niet uitkomt. Maar dat is per saldo oké. Okay, want die drie op die tien, die gaan het zo goed doen. Dat dat, dat, dat prima is voor al je rendement. Die gaan dan keer vijf. Of Kunnen keer wij ook een keer een aflevering maken over compounders? Ja, is goed. Ik schrijf hem op. Ik heb hem ook opgeschreven. Um, we zitten ook al eigenlijk een beetje richting de eindtijd. <laughs> ja. Heb je nog punten die je mee wou geven? Nou, ik, ik had het nog dat, 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 je, dat ik aan begin Beleggen beschouwde als een winnaarse game, maar dat Beleggen in feite een losers game is. Alleen daar kunnen we ook wel weer een aflevering over maken. Oké, okay, ja, wil je daar een aflevering over maken of wil je het nu nog toelichten? Nou, ik, kan, ik vind het leuk om. We zitten er nu toch. Dus uh, zonder om de mensen achter te laten met, uh, met iets. Toen ik begon met beleggen, wilde ik op zoek naar winnaars. En nu wil ik vooral de verliezers vermijden. En uh, ja, in ieder geval op de, op de lange termijn om permanent verlies van kapitaal. En het doet me heel erg denken aan tennis. Wij hebben in Portugal nog wel eens getennist. Ja, degene die wint van ons twee op. Amateur niveau, of nog beneden amateur niveau, zeg maar. Dat is, dat is degene die de minste fouten slaat. De minste unforced errors. En dat is met, uh, we doen ook wel eens pingpong. Uh, dat is met golf zo. Heel veel spellen ja zijn echt een, uh, een losers game. Tenzij je echt naar de wereldtop gaat, hè. Dan uh, bij Rafael Nadal, Roger Federer, daar is het een winners game. Als je naar schaken gaat kijken. Uh, Magnussen, of ik weet niet hoe die heet, maar... Die kan 20 zetten vooruit denken. Dat, dat is een winnaarsgame. Maar als wij gaan schaken, ja, dan wordt het een psychologisch spel. En de meeste spellen zijn denk ik een losersgame. Totdat je de winnaarsgame in beeld hebt. Ja. Dus dan je. Ik, ik speel wel eens een winnaarsgame met Stratego. En dan ga ik folder in met de volle arrogantie dat ik dit ga winnen. Maar dan staat er één stuk van jou. Stel je spion staat ergens en mijn Maarschalk komt langs en dan heb jij mijn Maarschalk te pakken en vanaf dan weet jij, ik sta nu voor. Ik sta gewoon echt voor. En daar is, er was nooit een winnaarsgame, want we begonnen gelijk, maar ik speelde het wel zo. En het moment dat ik die Maarschalk verloor, was het, ja, was het wel een echte winnaarsgame. En speelde ik eigenlijk, ja, ik had daar een losersgame moeten spelen, zeg maar. Dus je moet beginnen in de positie van ik speel een losers game totdat je genoeg signalen krijgt om te denken van misschien kan dit wel een winnaars game worden. En misschien geldt dat wel voor bijna alles, want je hebt het over tennis. Maar bijvoorbeeld uh, spelers, volgens mij zelfs zoals Rafael Nadel, die houden in eerste instantie gewoon een bepaalde baseline aan en die zorgen gewoon dat ze terugslaan, goed terugslaan. En pas als de tegenstander een fout maakt door ze bijvoorbeeld een, een open lijn te geven, ja, dan wordt die open lijn gemaakt en dan pak je hem natuurlijk. Maar tot die tijd zorg je ja. gewoon eerst dat je terugslaat. Over net. Binnen het veld. Ja. 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 Of... Uh, if you want to finish first, you have to first finish. Hm. Dat soort uitspraken. Ja. Mooi. Dus misschien is het nooit ja. een... Is er nooit echt sprake van een winnaarsgame. Nee. Nee. Nou denk ik wel als je als jong tennistalent de wereldtop wil halen. Dat je tennis wel moet benaderen in die beginjaren als een winnaarsgame. Oh ja, ...omdat zeker. je dan... ...anders gaat het niet werken. Dat wil je niet op de beurs doen. Dat wil je niet op de beurs doen. Daar is wel een verschil. Want dan ga je dus al je geld verliezen. Omdat, ja, je gaat dus... ...honderd keer proberen die perfecte bal te slaan. Ja. Ja, gaat één keer goed. Maar 99 keer... ...verlies je al je geld. Ja. Het zou een beetje zijn alsof je begint met tennis... ...en je bent er wel heel arrogant over... ...maar je zet gelijk geld in op elke slag. En dat je elke... ...elke, elke potje dat je maar speelt... ...of misschien zelfs elke bal die gespeeld wordt... ...dat je die zou gaan winnen. Ja, dat is in ja, het begin niet ja. zo. Ja, ja. <laughs> en op de, ja, op de beurs zijn, uh, als je met een tennis, is een fout natuurlijk niet zo cruciaal. Maar op de beurs, ook misschien wel, kan, kan het zijn. Een grote fout kan alles kapot maken. Uh, je hoeft maar één keer in de dertig jaar al je geld op het spel te zetten. En, en het is allemaal voor niks geweest. Er zijn genoeg maar, voorbeelden, maar, voor, hè? Dat stond ook in die boek ja, ja, van Een ja, ja. Aantal voorbeelden van mensen die uh, helaas pindakaas. Bye bye. Ja. En uh, kijk maar, een piloot of een uh, chirurg. Ja, is dat een losers game of een winners game? Het is natuurlijk een vak, maar um, daar is een, een fout. Is natuurlijk ook <laughs> niet, niet zo handig. Is niet zo handig. Ik, ik, vind het, en ik vind het een losers game. Probeer maar gewoon niet om. Uh, probeer maar om de dingen te repareren die je moest re repareren. Maar probeer vooral geen andere dingen een stuk te maken ook. Ja, ja. Maar de, daarom hamer ik ook in trainingen zo op het gebruiken van een checklist. Omdat een piloot die heeft gewoon een checklist om maar gewoon die. Die domme fouten niet te maken. Om even alles na te gaan voordat hij kan opstijgen. Ja, mooi. En ja, dan, een vliegtuig, een piloot is natuurlijk vrij. Ja, alle alle, alle vinkjes moeten groen zijn, anders kan je, niet, kan je niet opstijgen. Bij beleggen zijn nooit alle vinkjes groen. Want dat zou je te, eigenlijk hebben met de perfecte belegging. En dat bestaat ook weer niet. Want er zijn altijd risico's. Dus, uh, dus eigenlijk ja. ben je altijd een piloot die opstijgt met nog een paar vinkjes uit. Ja, er is altijd iets, uh, iets uh, schade aan vliegtuigen. Dus misschien is het mooie les En Toch ook wel, wil je opstijgen. Je moet je toch moet ook wel een beetje dan durven. Ja, ja. Ja, als je dat allemaal te mijn... eng vindt, dan is beleggen misschien niet, uh, niet. In ieder geval niet in losse aandelen is dan niet, uh, niet ja. wat je, het spel dat je moet spelen. Ja. Ja, je wilt, ja, je wilt wel een optimist zijn om een goede belegger te zijn. Of in ieder geval een optimistisch wereldbeeld hebben. Kritisch naar jezelf soms, maar wel optimistisch over de toekomst. Oké. Okay. En iedereen, ieder, ja, we gaan afsluiten hoor, maar je zet me zo aan het denken met allemaal dingen. Iedereen die, ik hoor nu heel veel beleggers het, het narratief zeggen van, oh die inflatie, die is hier te stay en daar hoort bij dat de rente omhoog gaat en dus horen de waarderingen van alle assets, zoals aandelen, een stuk laag te zijn. Um, ja, dat is, dus, dat is dus niet echt een optimistisch. Uh, Wereldbeeld. En dat heeft, heeft in het verleden nog nooit geholpen, ook niet in een eerdere perioden van hoge inflatie. Uh, want er zijn ook andere factoren die juist dan pleiten voor aandelen. En dat wordt dan niet naar gekeken, want dat staat natuurlijk ook niet in de, in de headlines bij de media. Ja, daar had je natuurlijk ook nog wel een les over kunnen geven. Van, uh, je zegt altijd: Media vullen wel je oren, maar niet je portemonnee. <laughs> ik weet niet Trekken waarom ik in mijn hoofd had. Media vullen wel je oren, maar niet je gaatjes. Oké. Okay. Ik weet niet of ik moet knippen. Maar ik dacht, ik kan het niet afmaken, want dit klopt sowieso niet. Daarom stopt hij. Ik denk ook al, waarom... Ja, nee, maar oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dacht, mooie... Dit is het sowieso niet. Hier laten we mensen een... Uh, ja, mooi met een... Uh, oh... Bepaald uiteinde achter. Ja, laten we dat ook doen. Ja. Bedankt, okay, Hoal, voor al je mooie lessen. Jij, jij bedankt, en uh, luisteraar of kijker, heel erg bedankt voor het uh, kijken of luisteren. En heel graag tot de volgende week een, over serie uh, Overnemers op de beurs. Dus hartstikke leuk. En we krijgen nog meer gastsprekers de komende tijd. Dus uh, stay tuned en bedankt voor het luisteren. Doei! doei.